We bekijken Puppet. Wat is Puppet? Dat is eigenlijk een systeem om configuraties weer te geven. Er is ook een manier om via clients en een server al die dingen te verspreiden. En er is een library om dat allemaal te maken. Het is open source en geschreven in Ruby. Hoe werkt het? Je hebt een client, Puppet, en je hebt ook een master, een server. En in de server kan alles bewaard worden, de configuratie bewaard worden in LDAP of in een databank of in Puppet-configuratiebestanden. We gaan ook nog bekijken dat dat eigenlijk via Git kan. Hè. Je kan dat eigenlijk via een versiecontrolesysteem gaan managen. Wanneer er iets niet bereikt wordt, dan wordt gewoon de cache gebruikt. Hè. Dan gaat gewoon de vorige configuratie gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld, hier heb je een client en die gaat om de 30 minuten kijken naar zijn configuratie op de server. Vindt hij die niet, dan pakt hij gewoon eigenlijk zijn bestaande configuratie. Anders, als hij een update vindt, dan gaat hij een update installeren. Dat is eigenlijk hoe dat gebeurt via de master. Wat heb je daarvoor nodig? Ruby als programmeertaal. Factor, die dat eigenlijk parameters gaat vastleggen van uw machine, de JSOS, en dan Puppet. Dus hoe installeer je dat via de repository of de standaard Puppet installatie? Factor wordt gebruikt. Factor is een belangrijke, want dan ga je eigenlijk machine-afhankelijke variabelen kunnen invullen in de client. Dus je kan ook je eigen facts toevoegen als je dat wil. Hè. Bijvoorbeeld als je ook Mac-systemen hebt, dan is je root, die heet dan wheel, in plaats van een andere systemen wat de root heet. Zwart. En paar voorbeelden van die facts. Hè. Dan ga je kijken naar wat er specifiek is voor die machine. Dat kan een IP-adres zijn, dat kan een domein zijn. In de oefeningen bijvoorbeeld gebruiken we Fully Qualified Domain Name, FQDM, of andere gegevens, hè, zoals de hostname bijvoorbeeld. Die kan je invullen in je scripts. Puppet, wat doet die? Die gaat resources beheren. Dat zijn eigenlijk gewoon files. Hè. Files in Linux, dat zijn zowat alle dingen, hè, zoals Chrome-taken en uitvoerbare programma's, services enzovoort. Bij elk type is er een provider. Hè. Dus bijvoorbeeld als je Ubuntu hebt. Dan ga je automatisch apt-get gebruiken. Bij een CentOS systeem of Fedora heb je automatisch yum. Hè? Dus dat kan je aanpassen eigenlijk, zeg maar, per systeem. Hoe start je dat op? Normaal, je hebt ook een master, een Puppet master. Hè? En dan schrijf je een manifest en dan kan je zeggen aan je client dat hij dat moet uitvoeren op de master. Hè? Die Puppet-node, die gaat dat dan halen van de master. Hè. Je kan dat ook combineren met Grid. Hè. Met Grid is dat eigenlijk eenvoudiger, want met Grid kan je eigenlijk zeggen van, oké, je gaat kijken naar de Git-server en als er updates zijn, dan ga je die uitvoeren. Hè. Het leuke is dat je dan ook versiebeheer kan doen of gebruiken, je kan gewoon terugspoelen in de tijd. Een voorbeeldje van een manifest, hè, is. Even. Wat is dat, een manifest? Dat is gewoon wat Puppet moet doen, hè, om de client-configuratie. Hè. Bijvoorbeeld, hè, we definiëren Apache 2. Hè, en we zeggen dat komt voor op de node Ubuntu-test. Hè. En dan zeggen wij bij die node include Apache 2. Dat betekent dat die Apache 2 moet hebben.
Nu, dit manifest, dat doet eigenlijk niks. Hè? Dat definieert gewoon wat die moet hebben. Dat zegt niet van, dat moet geïnstalleerd zijn of zo. Dat zegt gewoon, wat moet die hebben? Hè? Om dat te installeren en zo, dan moet je weten dat Puppet gebruik maakt van een systeem. En dat heet Service and Package en Files. Hè? Dus als jij een systeembeheerder bent, dan zeg jij... je installeert alles via een package, hè, bijvoorbeeld Apache, hè, en je gaat een aantal files definiëren, hè, en dan ga je de service opstarten. In een schema ziet het er zo uit. Je moet eigenlijk zeggen, package ensure installed, en dan is dat geïnstalleerd. Hè. Je definieert een aantal requires, hè. En dan kan je zeggen, ah, die service moet running zijn, die moet draaien, hè, en een aantal files moeten present zijn, die moeten klaarstaan. En dan zie je eigenlijk in deze file, in dit manifest, hè, zie je eigenlijk, hè, dus de package, Apache 2, die moet installed zijn, de service, die moet running zijn, true zijn, en moet package Apache require, hè, dat hoort daarbij. De file zelf, hè, ga je eigenlijk zeggen van oké, ik wil deze webserver opstarten, hè, dus dan moet je zeggen, hè, die apache2.conf moet die rechten hebben enzovoort, en moet ook present zijn, moet aanwezig zijn, en dan is dat oké. Ja? Er is ook zo'n soort inheritance, overerving, hè, waarmee je kan zeggen, van ik heb verschillende Apache servers en ik moet die opstarten met andere configuratiefiles. Zoals hier bijvoorbeeld de Apache 2.conf en de conf.special. Dus dat kan je ook eigenlijk doen. Hier een voorbeeldje. Hè. Het belangrijkste bij dit voorbeeld is dat je eigenlijk kan zeggen van oké, ik heb ook een factor. En die factor kan ik invullen. Hè. Bijvoorbeeld bij de website moet ik zeggen van oké, die heeft deze naam. Die heet www.celis.local, hè, bijvoorbeeld. Hè, en dan vult hij dat in FQDN. Hetzelfde een beetje bij hier. Hè. Ik ga een webpagina voorzien en ik zeg mijn hostname is, en ik vul hostname in, dat komt ook uit diezelfde waarde. Hè. Dan moet je dat ook daaruit halen. Hè. Andere dingen bij links, hè, is bijvoorbeeld verwijderen van een link. Hè. Als je ensure absent zegt, dan wordt die verwijderd. Hè. En ensure link, dan wordt die eigenlijk voorzien. Voilà. Een ander belangrijk ding is de lint, de puppet lint. Heel uw puppet bestand moet aan een voorwaarde voldoen. Hè. Als dat niet is, dan wordt dat afgekeurd. Dus moet je dan nakijken, hè, met puppet lint, het programma. En een belangrijke hierbij is, bijvoorbeeld de inspringen zijn altijd 2 spaties hier. Voilà, hier van voor. Hè. En een ander ding is bijvoorbeeld, hè, als je packages definieert, is dat tussen single quotes. Hè. Variabelen, die staan altijd tussen accolades voorzien. Hè. En een dubbel quote ga je voorzien bij bijvoorbeeld de variabele naam, hostname. Hè. En of enter, als je dat nodig hebt eigenlijk. Hè. Ik kan dat allemaal nakijken bij Puppet Lint. Hè. Dan moet dat voldoen aan die voorwaarden. Hè. De modules, dat zijn eigenlijk extra parameters dat ik kan gebruiken. En oproepen, hè. Bijvoorbeeld voor in de oefening voor firewall regels te gaan voorzien. Hè. En zo kan je dat eigenlijk gaan oproepen. Wat is het nadeel? Conflicten met bestaande pakketten. Hè. Dus ideaal ga je eigenlijk Puppet aanpassen via apt, hè, of yum, hè, zodanig dat pakketjes gewoon worden aangepast. Hè. Voilà. En dan nog een aantal referenties en dat is het eigenlijk.